Hallo en welkom bij Short Talks. Deze week acteur Raymond Thierry. Want zoveel scripts komen er niet naar me toe. En dat harde werken, dat valt reuze mee. En we ontmoeten nieuw Nederlands filmtalent in onze Yellow Carpet rubriek. Raymond, welkom bij Short Talks. Veel acteurs zijn vaak typecast. Maar als wij nou jouw werk kijken, denken we dat je dat niet bent? Ja, ik hoop van niet. Maar ik word niet gauw voor een Bourgondische dikke kok gevraagd. Die zich op een barokke manier door het leven heen slaat. Dus wat dat betreft ligt het allemaal wel binnen mijn. Binnen mijn range, zeg maar. Dus, het is wel leuk om verschillende dingen te doen. Maar jouw range is zo groot. Van kwetsbaarheid, zoals in Oorlogswinter, tot agressiviteit in Bloed, Zweet en Tranen. Hoe werkt dat bij jou? Er zit alles zo'n beetje in mijzelf wat ik de personages laat spelen. En er zit daarnaast ook absoluut een fatsoenlijk academisch geschoold mens in mij. Zonder dat ik ooit een diploma heb gehaald. Maar ik ken genoeg mensen die om mij heen waar je zeg maar hun gedrag van kunt kopiëren. Dus al die impressies van al die mensen om je heen, die maken toch wat je bent. Die maken in ieder geval je verbeelding, denk ik, waar je uiteindelijk weer uit gaat putten om zo'n rol te spelen. En is er een soort personage dat je moeilijk vindt om te kunnen spelen? Ja, normale mensen. Normale mensen. Omdat ik zelf ook niet zo. Ik heb niet een normaal leven. Er gaan dagen voorbij dat ik geen gesprekken voer met mensen. En weet je, van geef mij dit eens even aan. Of kun jij me dat even aangeven. Dus de normale handelingen vind ik altijd wel vrij moeilijk. Want je hebt altijd de neiging dat je op een of andere manier moet vormgeven. En dat soort dingen gaan me niet gemakkelijk af. De film Hartstocht is een korte animatiefilm gemaakt door het team van Funky Animations. Eigenlijk een bedrijf die korte en krachtige uitleganimaties maakt. Ik ben daar copywriter en accountmanager. We dachten dat het leuk was om eens mee te doen aan 48 Hour Film Project. Dus hebben wij besloten om in 48 uur een animatiefilm te maken. Het is mijn eerste echt een korte animatiefilm. Normaal maken we commercieel werk en ik dacht dat het een leuke uitdaging voor ons team was om eens wat creatiefs te doen in een korte tijd. Ik ben zeker nog van plan met ons team meer tekenfilms te maken, misschien zelfs een serie. Het maken van animaties is gewoon ontzettend leuk omdat je alle kanten ermee op kunt. Je hebt heel weinig beperkingen. Vind je het raar om hier te langs te gaan dan? Ja, hier zo staan vind ik dat wel. Kijk, wel een beetje kippenvel van. Ja. Mijn afstudeerde documentaire heet Het Geheim van Mijn Vader. En het is een documentaire over het verhaal van mijn vader. Die heeft 50 jaar lang heeft hij met een groot geheim rondgelopen. Wanneer kreeg je in de gaten dat het niet meer goed ging dan en dat je het wel moest vertellen? Het liep vast, het zat klem. Ik wist dat er iets niet goed was. Het project was wel lastig om te doen. Het was wel ook mooi, maar er waren wel moeilijke kanten bij. Ik merkte wel dat het voor mezelf wel lastig was, omdat het natuurlijk heel erg persoonlijk is. Maar ik vond het wel belangrijk om te vertellen, omdat ik het wel tijd vond dat ik wel dingen naar mijn vader kon uitspreken, ongeacht wat hij in zijn jeugd heeft meegemaakt. En dat kon nu eindelijk wel, dus daar ben ik blij mee dat het nu wel kan. Het overkomt je godverdomme wel op het moment dat je zo klein bent dat je geen keuzes hebt. Alleen maar kan afwachten wat voor gevaar er nu weer over je heen komt. Ik hoop dat door deze documentaire mensen meer gaan inzien wat de gevolgen zijn van seksueel misbruik. En
dat met name slachtoffers van seksueel misbruik ook, nou, hierdoor misschien wel een klein duwtje in de rug kan geven om er wel over te gaan praten. En het niet voor zichzelf te houden, ongeacht hoe moeilijk het is om dit naar buiten te brengen. Je hebt 2 gouden kalveren gewonnen. Maakte het eigenlijk een verschil in jouw carrière om zo'n grote prijs te winnen? Nou, sowieso, het is een gouden kalf voor beste mannelijke bijrol. Ik ben 1 keer genomineerd voor beste mannelijke hoofdrol. Die kreeg ik toen niet. Daar heb ik wel in Frankrijk een prijs voor gekregen. Dat was op een of andere manier een troostprijs. Beste mannelijke hoofdrol. Maar één gouden kalf is een... Het kan een toevalstreffer zijn. En de tweede keer zegt mij op een of andere manier dat ik zo slecht niet ben als dat ik denk. Ik ben altijd geneigd om een soort alles te downgraden wat ik doe. Dat zit een beetje in mijn aard. Dus het is een waardering van jouw talent? Ja, zo zie ik het niet. Het is meer een soort waardering van je talent. Het is gewoon een prijs, weet je. Ja. Je hebt gewonnen. Maar veranderde het iets in jouw carrière? De prijs stelt wat dat betreft niet veel voor. In de zin van, want je bent al bekend. Weet je wel, als voor een 23-jarige upcoming star is het misschien wel iets. Weet je, dat er opeens een meisje boven komt drijven of een jongen. En die krijgt beste mannelijke hoofdrol. Of dan opeens, dan is dat een eye-opener voor vele mensen die dachten, wat een uitzonderlijke. Maar er komen zeker ook veel scenario's naar jou toe. Hoe kies je tussen al deze scripts? Nee, dat is een vergissing. Oh. Want zoveel scripts komen er niet naar me toe. En dat harde werken, dat valt reuze mee. Ik denk dat ik, afgelopen jaar, dan heb ik misschien 80 draaidagen gehad. Wat op zich veel is, in verhouding tot vele anderen. En er liggen niet stapels scenario's voor het kiezen, helemaal niet. Nee. Gemo, hartelijk dank voor je komst. Ja, graag gedaan.